Here we go! Vandaag heb ik dus een hele andere video dan normaal, maar wat wel kanaal gerelateerd is. Namelijk de unboxing van mijn nieuwe telefoon, de Pocophone F1. Heel veel goede verhalen over gehoord. Nou hebben we ook een traditie om altijd een nieuwe telefoon te kopen van de top 5 van tweakers voor de best buy. En ook deze stond daarin. Datzelfde geldt voor mijn vorige telefoons. Dit is de Lenovo P2 die ik daar ook vandaan heb. Giga-accu duur. En ook goede specificaties vergeleken met Samsung's S10's en S8's en S7's in die tijd. Dus ja, ook deze kan daarmee meedoen. Dus nou, vandaag gaan we unboxen. Erg benieuwd. Ik heb heel veel goede verhalen gehoord over gehoord, zoals ik al aangaf. En ja, ik ben benieuwd of dat inderdaad die verhalen ook waar kan maken. Wel heb ik een paar nadelen gezien aan de telefoon, dat moet ik ook wel bij zeggen. Onder andere dat hij alleen maar 4G ondersteuning heeft, was een nadeel. Ja, dat betekent dat als je geen 4G verbinding hebt, dat je dan ook niet terug kan vallen op 3G bijvoorbeeld. Tenminste, dat is in ieder geval wat ik uit opmaak. Maar ja, verder eigenlijk niks gevonden, dat was het enige nadeel. Ja, geweldige specs, goede batterij, wat wil je nog meer? Accuduur heb je natuurlijk, dat is hetzelfde als batterij, dus nou, in ieder geval alles wat hij nodig had, zat in deze telefoon. Nou, leuk hoesje allemaal, dat is allemaal heel gaaf. Die dan even aan de kant. En dan gaan we nu uiteindelijk naar de telefoon toe. Hier krijg je inderdaad nog een hoesje bij, dat is wel gaaf dat ze dat erbij doen. Dat je in ieder geval geen hoesje, in ieder geval een simpel hoesje hoeft te kopen. Gewoon een standaard plastic hoesje. Dus dat is mooi. Maar ja, hier is hij dan. De Pocophone F1. Hoe gaat hij eruit krijgen? Ik denk maar even zo. Hup. Kijk eens aan. Ja, ook de vingerafdrukscanner zie je meteen op de achterkant. Schijnt ook erg goed te zijn. Heel direct. Dus ja, ik ben ook erg benieuwd. Maar ja, vooral natuurlijk de specificaties, et cetera, is waar hij het voor doet. Hij is wat groter dan mijn vorige telefoon. Heb ik me laten vertellen op de, via de afbeelding, et cetera. Nou zit er natuurlijk wel een hoesje omheen om die van mij. Maar in principe kan die aardig mee zo te zien. Zelfs ja, ongeveer even groot met het hoesje van deze natuurlijk eromheen. En hier zit er nog geen hoesje omheen. Dus ja, wat dat betreft denk ik niet dat ik er heel veel lasten van zou hebben dat die ietsje groter is. Want volgens mij is die dat wel. In ieder geval qua schermgrootte. Nou, verder heb je natuurlijk gewoon een standaard accu. Voor mij is dat een USB type C. Heb je hieronder zitten. Er zit ook nog een 3,5 mm jack kabel voor koptelefoons, et cetera. Nou, op de achterkant heb je natuurlijk een camera met een fingerprint scanner. En zie je geen homeknop, dus dat zal even wennen zijn. Maar het is inderdaad een soort van iPhone X-achtig gevoel. Met hier natuurlijk aan de bovenkant twee van die dingetjes. En dan hier zo geen fysieke homeknop. Dus dat is wel gaaf. Maar goed, dan gaan we even de dingetjes eraf halen. Oh, lekker geluid is dat. Dat mag ik niet vaak doen. Net zoals andere, of tenminste in tegenstelling tot andere YouTubers die natuurlijk unboxings doen voor, gewoon voor hun kanaal. Dus ja, daar ben ik wel moet er even van genieten als ze dat doen. Nou, datzelfde geldt voor de achterkant. Ja, leuk. Ook weer meegemaakt. Beetje een rood tintje op de camera, dus dat is wel gaaf. En een soort van, ja, ik had voor mij de zwarte besteld, maar ik heb voor mij een blauwe gekregen. Het is inderdaad meer blauwachtig dan zwart, maar voor mij wel een zwarte. Ja, granietzwart is dit. Oké, nou, het zal wel. Ik heb in ieder geval de goedkoopste gekocht van de modellen. Dus ja, dat vind ik prima. Ziet er heel mooi uit. Inderdaad een beetje vergelijkt met mijn andere. Dus ja, wat dat betreft qua grootte niet heel erg verschillend. En qua gevoel in je hand. Dus dat is ook wel lekker. Nou, verder heb je natuurlijk gewoon een standaard oplaadkabel erbij. Die heb ik ook nog van mijn vorige. Maar is altijd wel lekker als je een nieuw hebt. En uiteraard een oplaadkabel. Dat is ook wel mooi, want die kan ik dan gebruiken voor een powerbank natuurlijk. Via dat kabeltje in mijn telefoon. Dus ook mijn powerbank, logisch ook, kan natuurlijk ook gewoon weer hergebruikt worden voor deze telefoon. Alleen de accu van deze is minder, van de Pocophone, vergelijking met deze. Volgens mij heeft deze 5600 mAh en de Pocophone heeft 4000 mAh. Maar ik heb begrepen dat de accu van de Pocophone iets efficiënter is, waardoor die alsnog erg lang meegaat. Dus misschien wel even lang als deze. Nou, verder natuurlijk veel betere specs. Deze heeft 6 GB werkgeheugen, deze 4 volgens mij. Deze heeft 2,5 of 2,6 GHz werkgeheugen en deze 2,2 of 2,3. Dus ja, allemaal dat soort dingetjes. Nieuwe versie van Android, et cetera. Dat net even weer ja, deze telefoon wat frisser zal laten voelen dan ik gewend ben. Nou, dan hebben we hier nog iets voor dinners. Voor de simkaartjes. Die zou ik ook even omwisselen. En dan ja, is dat de unboxing van deze telefoon. Ik ga het ook niet moeilijker maken als dat het is. Het is puur een unboxing. De review, ja, doe het niet aan. Ik laat alleen even zien dat ik een nieuwe telefoon heb. En ja, op mijn kanaal zal je dan natuurlijk verder zien hoe of wat. Of ik er blij mee ben, hoe het gaat met de telefoon, et cetera. Dus ja, daar zal ik ongetwijfeld ook in de vlogs van Pocophone Go natuurlijk over praten. Dus ja, dat is hem. De Pocophone unboxing. Mijn nieuwe telefoon voor denk de aankomende 2 jaar. Meestal doe ik ongeveer 2 jaar mee. Deze werd ook al wat langzamer, Mert en ik. Dus ja, erg benieuwd. Maar ja, dan ja, was dit de video. Hartstikke bedankt voor het kijken. Laat me natuurlijk zeker weten beneden in de comments welke telefoon jij nu hebt. En als je er eentje binnenkort wil gaan kopen, naar welke je aan het kijken bent en waarom. Laat me hartstikke graag te horen. Ik zat te twijfelen met deze nog met de Huawei P20 Lite inderdaad. Maar die was ja, ook weer net zoals dit. Zat eigenlijk een beetje tussen deze in en deze in. Dus ja, ik dacht ja, je gaat dan liever voor 100 euro meer dat je dan meteen het allernieuwste hebt. Dan dat je nog een beetje ertussen valt. Maar ja, een Huawei P20 Lite voor, nou, deze 200 euro was ook echt niet duur. Dus je zal ook echt geen miskoop hebben als je die aan gaat schaffen of aan hebt geschaft. Want dat is ook echt een hele goede telefoon. Maar goed, Pocophone F1 voor vandaag. Laat me zeker weten beneden in de comments welke telefoon jij hebt. Naar welke je aan het kijken bent. En ja, wat jij zou kopen. Voor nu, hartstikke bedankt voor het kijken. En ik zie je graag bij de volgende video.